Doe eventjes een beetje straal erin. Nee. Niet? Waarom niet? Nee, mag maar. Niet te veel. Ja. Ik ben nog niet wakker hoor, dus... Oké. Nou, Ruby heeft gisteren de hele nacht erover gedaan om alles te leggen. Dus ik ben benieuwd hoeveel eieren er zijn. Deze is slecht. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 42. Kijk hoor, of dit alles was. Wat zei ik nou? 42, toch? Ja. Zoiets zei je. Ja. Ja, ik denk dat dit het was. Nee. Oh nee, hier. Ho. 43. Kijk hoor. Ik zag het wit, iets wits. Nee, terug. Terug met je hand. Andere kant op. Ik denk dat dit het was hoor. Oké, nee. Oké. Nee, dit was het echt. Maar ik heb een hoop van mij die eigenlijk maar zo. Zo. Goed. Een bakkie vol eitjes. Kan jij je Ruby even pakken? Ja, vooruit. Onder mijn vaat. Ja. Het draait wel allemaal goed. Wat heb jij weer gedaan? Een alternatieve manier van plakband gebruiken. Ja. Wat is dat meisje? Zie je, hele buikje leeg. Hoi meisje, heb je goed gedaan hoor. Ja. Ja, ze is mijn favoriete broedkip. Ja, sowieso. Oké. Loop jij maar naar beneden, dan geef ik de eitjes aan. Want dat zegt wat voor mij om op mijn bek gegaan nu. Ja, mijn koffie is belangrijk. Wacht even, Rens. Ja, ik moet even zo'n koffie veilig stellen. Kijk. Nee.
Hij moet vooral niet zijn koffie loslaten en weer. Ik wil gewoon een ding open, dus ik ben nog niet wakker. Zo. Deze is naar achter, dan kan je daar de eitjes in zetten. Nee, ik zet ze gewoon daar. Oké. Dat is de goede achter. Het licht. Nou, deze twee bakken die zijn voor de eitjes. Maar. Alleen ik denk dat het niet gaat passen. Ja, oké. Okay. Ja, want er zijn er meer dan die andere. Die andere zit al vol. Ja. Ah, mooi eigenlijk. Ja, dat is echt heel mooi. Ik vond het perfect. Bijna allemaal hoor. Er waren volgens mij twee of drie waren er lek. Dus we denk ik met de nagels opgestaan. De baby's af en toe, ze zijn nog niet wakker. De nieuwe baby's. Nou, daar zijn ze aan het uitkomen. Ja, dan gaan we ze ook wel even kijken. Er komen neusjes uit de eitjes. Ja, zit hier minder goed. Ik moet er een in, lief. Minder goed. Ja. Zijn er niet heel veel? Nou, volgens mij drie of zo. Dacht ik. Maar alles wat een beetje minder is, dat leg ik even daar. Ja. Dit is allemaal gewoon goed. Ja. Het is gewoon goed, dit komt allemaal uit. Ja, sowieso. Daar zal liggen de vorige eieren van andere rode tehu. En daar liggen komijn, zwarte waterveraan eieren. En hier zou deze, oh, dat zie je nu niet zo goed, want er zit condens op. Maar daar zijn nog eieren van zwarte waterveraanen die aan het uitkomen zijn. Er zitten allemaal kopjes uit.
is echt mooi eigenlijk. Hè? Ja, echt heel mooi. Goed. Ik heb een ochtend trouwen. Godverdomme. Kan het niet sneller? Nee. Amper gedaald de temperatuur, maar het is hier ook fucking heet eigenlijk. We hebben waarschijnlijk niet eens een bloedstof nodig. Het is hier al warm genoeg bijna. Het is hier ja, 25 graden sowieso. 26, sowieso. Ja. Nou, dus je hebt wel een bloedstof nodig. Ja, maar het is gewoon zo leuk, want het kan makkelijk. Bijna. Wat? Ja, ik zit even te denken. Nee, dat moet wel kunnen. Wat tegen vier op wie? Een rij. Nee, nou, vier op een rij. Dan, of je dan uitkomt. Ja. Nou, misschien wel. Ja, dat moet kunnen. Ik kan ook zien wie er meekijken. Ah ja? Ja, alleen... kijken allemaal mee dan? Ja, dat kan. Welke idioot is er op zondag zo vroeg wakker? Ja, alleen mijn internet is niet zo snel, dus hij laat niet aan foto's. Ja, zo vroeg is het nou ook weer niet hoor. Hoe laat is het dan? Volgens mij was het net 7:30 of zo. Hmm. Kut. Ja. Je bent gewoon een beetje verpest, ja. Nee, ik had het dan niet open. Ik zat iets anders. Nou, ik wel. Die is een beetje een raar vormpje. Ja, een twijfelaar. Daar komt een vooraan uit. Nou, dat is een twijfelaar. Ja, dat hele kleine eitje van die andere, van dat andere nest, die is ook bevrucht, dus. Ja. Het zegt niet per se wat. Nee, niet per se. Maar dit is een slap ding hoor, huis. Ja, die gaan niet uitkomen. Die wel misschien nog, maar... Ja. Ook niet zo. Even kijken hoor. Even dit, die 5 eraf. Hoeveel waren het er? Ik tel ze wel. Volgens mij 3, 4. Tel ze nog één keer. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Huh? 38 gaan er sowieso uitkomen. Oh ja, en dan nog die andere erbij. Nou, die zijn gewoon allemaal goed. Dat is bevrucht. Dat zijn rode TU-eieren. Oké. Okay. Straks kun je het filmpje opnieuw kijken als het klaar is. Dan zie je ook de moeder. Ik wil nog even de babyvraagjes laten zien die uit het aankomen. Er zitten allemaal kopjes uit. Dat is echt leuk. Het maakt bij geen enkel reptiele ei uit of je ze draait de eerste 48 uur. Nee. Deze zijn gisteravond gelegd, dus dat is nog lang niet 48 uur. Nee, binnen 48 uur kun je ze alle kanten op gaan. Maar wij houden meestal 24 uur aan voor de zekerheid. Maar ja. In principe 48 uur kan je ze nog draaien. Nou, niet eens 12 uur. Nee, daarom. Nee, hoe heet het? Gisteren om 2 uur gingen we slapen. En toen was ze nog aan het leggen. Dus die eieren, die kunnen nog alle kanten opgedraaid worden.
niet te panisch over doen, hoor. Nee. Nee, maar als ze niet zouden kunnen draaien, dan al vanaf het begin, dan zou het al helemaal fout gaan tijdens het leggen. Want als ze leggen, dan draai je die eieren ook wel eens een kant op. Ja, natuurlijk. En als ze rondlopen dan? En als ze rondlopen, natuurlijk. En dat is ook het probleem met legnaaldieren. Als die eieren te lang blijven liggen, ja, dan wel. Blijven zitten, dan krijg je dat dus. Ja, dan wel. En dan gaan ze dood, de eieren, en vervolgens gaan ze rotten. Ja. Ze krijgen ook geen zuurstof. Precies. Mooi. Laten we gaan horen, ik wil koffie drinken. Ja. Zal ik hem dicht doen? Ik ga nog even filmen naar de zwartjes. Ja, wacht even, 5 seconden. Ja, wacht maar even dan. Ja. Ik doe hem toch dicht. Ochtendhumeurs, ja. Ja, gezeik allemaal. Speciaal die in passen, hè? Wat? Nee, niks. Ik heb ook stickertjes opgeplakt van wanneer ze gelegd zijn. Nou, dat is mooi schoon. En wanneer ze. Had je ook kunnen nummeren? Alle eitjes een nummertje geven. Sommige mensen doen dat. Serieus. Oké. Okay. Mijn koffie. Oké. Okay. Kan je even helpen deze nog gaan? Want ik heb 1 hand nodig. Top. Even kijken. Ja. Ik ga lachen. Deze zijn aan het uitkomen. Zo. Oh, die ook nu. Oh ja. En deze. Kijk, die is zo heel schattig. Ja. Kijk, daar gaat het tongetje. En een ham. Zo in mijn vinger. Ja. Zoals de vorige keer. Ja. Hier zit er een. Daar zit eentje. Kijk, allemaal sneetjes. Dat doen ze met hun neusje. Deze niet dan? Nee, is één ze nog. Nou, deze en die. En ik denk die ook wel. Die gaan vandaag wel er helemaal uitkomen. Nou, deze weet ik niet. Oké, okay, dicht dat ding. Oké, okay, ja. Het begint al een graad af te koelen. Nee, dat niet. Maar ik wil koffie drinken. Oh ja, dat is ook belangrijk. Wacht nou. Dat is ook handig, dan hoeft de temperatuur niet naar beneden te gaan als je wil kijken. Er zit dus een dubbele deur. Dan gaat deze dicht. Tadaa! Nou, uit dat ding. Nee. Oh, echt alles slaapt nog. Ja, ik ook. Purry! Hallo Purry! Jij gaat straks met je vriendinnetje weer, hè? Ja. Nou.